Ja, hartelijk welkom allemaal. Een groot gedeelte van u was al aanwezig bij de vertoning zojuist van de documentaire die de ombudsman gemaakt heeft. Maar ondertussen is de burgemeester ook binnen. We hebben vanavond een bijzondere avond. Hartelijk welkom ook aan de kijkers thuis via de website van de Bali, maar ook via de camera's van AT5. Maar u bent erbij. U weet dat erbij zijn nog heel iets anders is dan voor een scherm zitten. Want bij elkaar samen zijn en praten is heel wat anders dan het kijken naar een schermpje. En dat is ook een van de onbezongen wortels van een succes van Amsterdam. Dat is het feit dat we in Amsterdam veel en vaak met elkaar praten. En dat er mooie instituties zijn die dat doen en daar lange tradities in hebben. En een van die instituten is het instituut van de burgemeester zelf. Die anderhalf uur heeft uitgetrokken om te spreken over het rapport van de ombudsman. En de ombudsman is zo'n ander mooi instituut. En dat heeft zijn taalkundige wortels in omnibus, ombudsman. Dat is zo'n Latijnse term voor iedereen. En dat gaat over rechten van burgers. En dat is een mooi instituut. En die kijkt al jaren naar onze rechten en hoe er in Amsterdam omgegaan wordt met de burger. En daar heeft hij iedere keer weer een andere vorm voor gevonden. En zo heeft de ombudsman recent een aantal maanden op de Wallen gewoond en daar een rapport over gemaakt dat we vanavond eigenlijk bespreken. We hebben ook een aantal mensen in overleg met de ombudsman, eigenlijk op aanraden van de ombudsman, gevraagd om kort daar iets over te zeggen over de problematiek die de ombudsman waarneemt. En de burgemeester is bereid om daarover te praten. En dat is toch ook altijd ontzettend mooi dat we in Amsterdam dat doen en dat we dat met elkaar doen. Hartelijk welkom, mevrouw Halsema. En fijn dat u hier bent. Hartelijk welkom, Arre Zuurmond, en hartelijk welkom iedereen. We hebben Arre Zuurmond gevraagd om even toch iets te zeggen. We hebben net wel een film gezien, maar niet iedereen heeft die gezien. Dus even kort toe te lichten. Hartelijk welkom, Arre Zuurmond. Het spreekstoel is van jou. Dankjewel, Jori. Ben ik goed te verstaan zo ook achterin? Ik heet jullie van harte welkom. Ontzettend fijn dat jullie gekomen zijn in deze aantallen. Ik wil jullie allereerst vertellen dat we vanavond een reflectiegesprek hebben. Niet een debat, hè, waar je zo lekker tegenover elkaar kan staan en dan lekker punten kan scoren. Maar een reflectiegesprek, omdat ik graag wil dat we met elkaar praten over wat we zien, wat dat betekent, welke duiding we eraan geven met elkaar. Hè, we willen begrijpen wat er aan de hand is, zodat we ook in de toekomst een mooie, tolerante en fijne stad hebben waar we over kunnen praten. En met trots op kunnen terugkijken. 4-5 maanden heb ik op de Wallen gewoond. Ik heb inmiddels de Wallen onder mijn ogen, maar ben nu gewoon weer thuis. Ik koos ervoor, en dat is voor de ombudsman best wel een rare methode, het is een participatieve observatie heet dat. Zeg maar in gewoon Nederlands met je poot in de modder gaan staan. En in die methode is het eigenlijk belangrijk dat je niet zozeer kwantitatief kijkt en meet, maar vooral praat met de mensen. Probeert narratieven op te halen, probeert met elkaar en ook in gesprekken onderling tot duiding te komen van wat er aan de hand is. En die is eigenlijk veel belangrijker dan het kwantitatief meten. Ik heb veel met bewoners gesproken, met ondernemers, maar ook met heel veel professionals, die hebben me vaak rondgeleid. Ik heb met directeuren gesproken, met managers, met bestuurders, met raadsleden. En samen hebben we elke keer gekeken naar die Wallen en het grotere gebied eromheen en ons de vraag gesteld, wat gebeurt hier, wat betekent het? Maar uiteraard ben ik begonnen, zoals elke ombudsman dat doet, met klachten. Klachten van burgers. Af en toe trouwens ook een ondernemer die bij mij, zelfs soms huilend, vertelt dat hij niet meer kan werken omdat hij niet mee kan in de oneerlijke concurrentie. Omdat hij of zij dan niet zwart wil werken, of met illegaal wil werken, geld wil werken. En dan overleeft hij het niet. Burgers klagen over veel te veel lawaai, over veel te veel taxis die vaak leeg rondrijden. Die onnodig toeteren, diep in de nacht. Ze klagen over illegale dumping van allerlei soorten vuil, te veel lawaai van clubs. Vooral van bezoekers die buiten staan om te roken of naar buiten komen en dan met te veel decibellen op ook zelf gaan schreeuwen. En dit alles 24/7. Zonder dat er nog een laagseizoen is. Er was iemand die zei, ja, we hebben nog wel een laagseizoen op 5 januari. Maar ze klagen ook over het feit dat ze zich niet gehoord voelen. Dat er niet voldoende actie wordt ondernomen naar aanleiding van hun klachten. Soms krijgen ze wel een antwoord, hè. Maar dat zijn wel vaak de standaard antwoorden. Uw klacht is in behandeling genomen of uw klacht is afgehandeld. Ze zien het niet altijd verbeteren. Ze krijgen te vaak te horen dat het nu eenmaal hoort bij een grote stad waar ze wonen. Ikzelf vind dat eigenlijk een dooddoener. Alle bewoners die klagen bij mij, alle klagers, dat zijn eigenlijk mensen die van die grote stad houden. Die van die drukte houden, die trots zijn, maar vooral ook willen zijn op die mooie stad. Daarom zeg ik eigenlijk, constateer ik eigenlijk drie dingen. De eerste constatering is, bewoners klagen vaak terecht.
En dat moeten we onder ogen zien. En ze niet afdoen. Het tweede is, de overheid loopt eigenlijk achter de ontwikkelingen aan. Met te weinig capaciteit, met te weinig verbeteringen in de manier waarop de overheid werkt. Met te weinig innovaties. En uiteindelijk is er ook sprake, en dat is een beetje een moeilijk punt. Naarmate je er langer ziet, zie je eigenlijk dat het vraagstuk van ondermijning eronder schuil gaat. Onder alle problemen die je ziet. En als je niet tegelijkertijd ook naar ondermijning kijkt en dat aan de orde gaat stellen, dan kan je eigenlijk die oppervlakteproblemen van vuilnis, van overtoerisme, van illegale taxis en alle vormen van overlast niet voldoende aanpakken. Tot slot wil ik graag de burgemeester danken. Dat u überhaupt bereid is te komen vanavond dit gesprek aan te gaan. Het is een vrije dag. Ik weet dat ze al 2 of 3 afspraken heeft gehad vandaag. Het is een hele mooie baan die ze heeft, maar ook heel zwaar. En dat ze met ons vanavond wil praten over wat er aan de hand is, vind ik al een enorme winst. Maar niet alleen daarom wil ik haar graag danken, maar eigenlijk ook omdat er toch al een flink aantal maatregelen genomen zijn. Er zijn direct maatregelen genomen, al in augustus. Er zijn recent nieuwe maatregelen genomen. En vandaag, en dat is denk ik ook wel erg belangrijk, praten we dieper door om te kijken of we ook kunnen bijdragen aan de lange termijnvisie, aan het masterplan wat in ontwikkeling is. Kunnen we kijken of we samen nog suggesties kunnen leveren die leiden tot een stad waar we ook in de toekomst trots op zijn. Dank voor uw aandacht en ik hoop op een goed debat of een goed gesprek. Of wordt het toch een debat? Ja. Ik wilde als eerste Marcel Dellebeke aankondigen. Hij is bewoner, wallenbewoner, sinds 1997. En hij is ook jurist en hij buigt zich over de overlast die zich voordoet, voornamelijk in dit geval dan in de vorm van afval. Marcel Dellebeke, het woord is aan jou. Goedenavond. Gezien de beperkte tijd voor dit onderdeel schoon en heel, zal ik me moeten beperken tot 1 aspect van schoon, namelijk de vuilstortplaats Open All Hours, die het pretpark, ons woongebied, inmiddels ook is. Om met het positieve te beginnen, de veegploegen doen goed hun best. Hetzelfde geldt voor alle stadsdeelmedewerkers die ik tegenkom. Deze bijdrage gaat dan ook niet over onwil, maar over een veel te lage prioriteitsstelling. En ik zal de verleiding weerstaan om een vergelijking te maken met Somalië. Chapeau dus voor onder meer de veegploegen. Op de wallen zie je relatief weinig klein vuil liggen. Maar bizar genoeg is dat diametraal anders bij het grote vuil. Overal worden 24/7 vuilniszakken gedumpt en grof vuil. En daar wordt bitter weinig of niets tegen gedaan. Dit is geen verstandige, begrijpelijke of effectieve strategie. Het kleine zwerfvuil wel steeds ijverig opvegen, maar de schouders ophalen over al die vuilniszakken die continu in onze woonomgeving gedumpt worden. Dat in ons mooie wallen woongebied en het visitekaartje van Amsterdam nu een 24/7 stortplaats is, is slecht voor de leefbaarheid van de bewoners. Dit heeft ook een negatieve invloed op het gedrag van de bezoekers. In een door vuilnis verloederde omgeving gaan ze zich navenant slecht gedragen. Dat is een heel goed praktijkvoorbeeld van de broken window theory. Hoe kunnen we verwachten dat bezoekers respect voor het gebied en de bewoners gaan opbrengen als ze overal gedumpt vuilnis en grof vuil zien liggen? En deze vuilniszakken cultiveren ook nog eens heel veel ratten en meeuwen. Ook op dit punt is de overheid nagenoeg geheel afwezig op straat. De heer Zuurmond heeft groot gelijk in onder meer zijn urban jungle constatering. Volgens de eigen cijfers van de gemeente maakt ze hiervoor voor dit probleem maar gemiddeld hoogstens 8 handhavers per dag beschikbaar voor het hele centrum. Worden in het hele centrum gemiddeld 2 boetes per dag opgelegd voor dumping? En zijn er bijvoorbeeld op de gehele Ouderzijds-Voorburgwal, Mijngracht, in 360 dagen maar 25 boetes opgelegd. Dat is 1 boete per 14 dagen. En dit alles terwijl er alleen al in het wallengebied 24/7 tientallen, zo niet honderden dumps liggen. Deze bedroevende cijfers komen dus niet voort uit onwil. Deze worden veroorzaakt door een veel te lage prioriteitsstelling
en door de doortraptheid van de dumpers. Ze doen het bewust op stille tijden en zorgen ervoor dat er te weinig adresinformatie in hun zakken zit en bij het grof vuil komt. Een handhaver vond onlangs een gedumpte vuilniszak. En daar zat in een briefje: beste handhaver, doe geen moeite, want ik heb alle adresinformatie uit de zak gehaald. De dumpers steken een dikke middelvinger op naar de overheid en naar de bewoners. Dat slikken we nu al veel te lang. Zelfs als je als bewoner steeds maar de moeite neemt om dumps te melden, en ik kan u verzekeren dat is bijna een dagtaak inmiddels, ligt het vuil er nog vaak heel lang, dagen, grof vuil zelfs tot 28 dagen. En deze dumps trekken ook weer meer gedump aan. En ook uit eigen ervaring, na honderden vuilnisdumps bij mijn huis en even zoveel meldingen in circa 3 jaar, heb ik slechts 2 keer 1 handhaver in een gedumpte vuilniszak zien kijken. Kan je nagaan hoe het gaat met alle dumps die niet of niet meer door bewoners gemeld worden? Het is meer dan ontmoedigend. En wanneer gemeentekarretjes voorbij rijden, worden dumps steeds genegeerd. De bewoners worden achtergelaten met het gedumpte vuil, in de steek gelaten. Zelfs nu we ons stukje ouderzijds erkend gekregen hebben als een officiële hotspot, is gebleken dat zelfs dat alleen leidt tot het ronddelen van 1 koelkastmagneetje en 1 flyertje waarvan 0 urgentie en dreiging uitging. Dat was en is alles verbijsterend. En de dumpers gaan er natuurlijk gewoon onverdroten door. En hun succes doet navolgen. In plaats van meer inzet op handhaven, wordt er nu maar ingezet op de dumps zoveel mogelijk weg te halen. Maar zo blijven de bewoners nog dagelijks, hele of halve of hele dagen, met andermans gedumpte vuilnis zitten. En dat is het goedkeuren, belonen en daarmee stimuleren van asociaal gedrag. Blijven dweilen met de kraan open is geen verstandige strategie. De dump-ASO's tot inkeer brengen en laten zien dat rechtvaardigheid overwint, is echt niet onmogelijk als je maar wilt. Al met alles inmiddels de enige manier voor echte serieuze aanpak geworden, het bij hotspots doelgericht en tijdelijk inzetten van camera's om hen te achterhalen en om dumpers te laten zien dat we het niet meer pikken. Het flink uitbreiden van handhaving is natuurlijk ook nodig, maar ook omvormen. Het beste lijkt 1 vast teampje per buurtje, die je als bewoner voor alle soorten meldingen kan bellen, mailen, appen, zodat er aanspreekbaarheid en verantwoordelijkheid komen. Nu is het een zwart gat waar alle meldingen in verdwijnen en vervolgens gebeurt er niks. Ook is nodig eenduidiger regelgeving en dus een veel hogere prioriteitsstelling voor vuildumping aanpakken. Dank u. Marcel Dillebeke, hartelijk dank. Ervaringsdeskundige zou ik maar zeggen. Ik zou als eerste burgemeester graag willen vragen of zij hier plaats zou willen nemen. En in tweede plaats Arre Zuurmond vragen of de burgemeester in het midden, stel ik voor. Goedenavond. Hartelijk welkom. Dit is het derde rapport wat deze ombudsman in korte tijd eigenlijk over dit onderwerp brengt. Urban Jungle 3 heet hij dan dus ook. ja, dat staat erop. Ik kan het ook niet helpen. Ik vraag me, er staat in, bijvoorbeeld in dit stuk, ik vind het wel leuk om even vooraf toch even een paar dingen, voordat we even ingaan op zeg maar het Wallengebied, waar misschien ook de stadsdeelvoorzitter nog wat een en ander zouden kunnen vragen. Maar het is de derde keer. Ik heb ze vanmiddag ook weer eens allemaal doorgelezen. Heb ik natuurlijk een tijd geleden ook gedaan. Maar dan valt me op bijvoorbeeld, en ik begin even bij de ombudsman zelf. Valt me op dat er meer en meer complimenten uitgedeeld worden aan de gemeente. Laat ik het maar positief zeggen. Heb jij het idee dat je meer en meer gehoord wordt? Ja, zeker. Bij de eerste rapport ben ik min of meer met pek en veren het stadhuis uitgewerkt, bij wijze van spreken. Daar heb ik behoorlijk wat weerstand en boosheid gekregen. En ik zie nu toch zeker op een aantal terreinen maatregelen, ook
ik zag het zelfs in het verschil in die 4-5 maanden dat ik er zat. Extra bakken, meer veegploegen. Er is duidelijk aandacht. En daar ben ik heel erg blij mee. Ja. En dan vind ik ook wel dat ik dat mag zeggen. Ja, dan vind je ook dat je dat mag zeggen. Lijkt me ook, ja. Ja. Goed, al was het maar om jezelf een compliment te geven, maar dat doe ik dan wel. Maar mevrouw Halsema, inderdaad, vlak na het aantreden van u als burgemeester, of van jou zou ik denk ik toch maar zeggen, ja, dat makkelijker. Ja, dat is waar. Dus hier in de Bali in ieder geval. Ja, ben je meteen gekomen met een notitie hè, over de openbare veiligheid en de openbare ruimte en wat daar kan en moet. Had je toen kennis genomen van die rapporten? Nou, ik was wel op de hoogte van het kritische geluid van onze ombudsman. Dus voor een deel denk ik dat ik hem daarmee ook, of dat de gemeente ook hem daarmee tegemoet wilde komen, Arre daarmee tegemoet wilde. Maar het stond natuurlijk ten dele ook op zichzelf. Ik heb me wel gerealiseerd vanaf het moment dat ik aangetreden werd dat dit met voorrang aandacht verdiende. En voor een deel in directe maatregelen waarmee de overlast teruggedrongen wordt. Maar ik denk dat het, en daar zullen we straks wel over praten, dat het belangrijker is dat je eigenlijk na gaat denken over de toekomst van het gebied. Omdat je anders eigenlijk gewoon eindeloos met de kraan open blijft dweilen. Met de kraan open blijft dweilen, want dan ruim je gewoon de troep op, terwijl je de oorzaak van de troep niet aanpakt. Ja, precies. Ja. Je moet iets doen aan die toeristenstromen, vooral aan de aard van het toerisme. Je hoeft niet het aantal toeristen terug te willen dringen, maar je moet vooral iets doen aan het wangedrag. Je moet iets doen aan de manier waarop naar het gebied gekeken wordt. Onze echt prachtige, oude, historische binnenstad wordt natuurlijk de afgelopen jaren vooral beschouwd als een economische zone en veel minder als een cultuurhistorisch gebied. En ik denk dat je die waarde meer terug moet brengen in het gebied om er echt iets aan te kunnen doen. Ja, want ik las ook inderdaad de zin, als je niet uitkijkt, dan wordt het eigenlijk een industriegebied, hè, of een bedrijfspark. Evenemententerrein wordt het ook wel eens genoemd. Ja, ik noem het soms dat het die kant op gaat, hè, als toeristenindustrie leidend is, dan uiteindelijk krijg je geweldig van een industriegebied. En daar gelden hele andere regels voor in termen van veiligheid, in termen van schoon. Hè. Dan mag tegenwoordig niet meer gewoond worden in veel industriegebieden. En rightly so. En dus ik denk dat, en daar ben ik echt ook wel blij dat we erover praten met elkaar, dat we op een kantelpunt zitten en dat we goed moeten nadenken. En daar is die lange termijnvisie cruciaal voor, van wat voor soort toerisme en hoeveel toerisme willen we eigenlijk hebben. Maar we zitten op een kantelpunt. Dat is wel knoerd hard gegaan. In het filmpje kwam het ook heel even terug. Professor die over stedenbouwkunde veel weet. Ja, Zef Hemel, hij zit hier ook in de zaal overigens. Maar die zegt van ja, kort geleden was dit een no-go area en het is nu dus een soort pretpark en een economisch gebied. Het is heel hard gegaan. Een van de vorige wethouders in het vorige college, mevrouw Ollongen, die vond nog groei en wat zeuren we nou. En daar is ze ook wel hard over aangepakt, onder andere in het Parool en zo. Maar het is eigenlijk heel hard gegaan. Dus zitten we dat kantelmoment waar, wat bedoel je dan precies? Nou, ik zou zeggen, voorlopig zijn we toch blij dat het goed gaat in de stad. De verf staat er goed op. Ik denk dat het eigenlijk al bijna te druk is. Hè? En dat de prognoses gaan ook nog verder die kant op. Wat we denk ik ook nog niet voldoende snappen, maar ook daar moeten we misschien over doorpraten, is de mate waarin die publieke ruimte geëxploiteerd wordt vanuit een economisch perspectief. Niet alleen door Amsterdamse ondernemers, maar in toenemende mate door wereldwijde platforms. Of dat nou Booking.com is of Groupon. En er zijn allerlei partijen die hebben een technologie ontwikkeld om zeg maar, de laatste vierkante centimeter en het laatste minuut uit te buiten in die binnenstad. En dat doen ze buitengewoon slim. En wij moeten daar met z'n allen over nadenken hoe ze dat doen en wat voor antwoorden we daarop hebben. Wacht even, dus de industrialisering en de uitbuiting eigenlijk die uit het internet komt. Dus de aandeelhouders van die grote internetfirms. Ja. Die onbelast via de Zuidas, onze Zuidas, dat dan wegzet op de Caymaneilanden. Nou ja. Een aantal van hen doet dat. Ja, zeker. Ja. En dat doen ze niet alleen in Amsterdam, dat doen ze wereldwijd. Hè. Het gaat over boekingen van hotels, boekingen van vliegtuigen, boekingen van etentjes. Alles wordt in toenemende mate in een soort internationale infrastructuur met artificial intelligence gestuurd. En de prijzen worden zodanig per dag gemanipuleerd dat er eigenlijk altijd een maximale bezetting is. En dat is eigenlijk nieuw. En daar zitten we nu op een plek waar we dat eigenlijk op de verre... Dat is een deel van wat er nieuw is. En tegelijkertijd beschrijf ik...
geluisterd is. In diezelfde periode heeft de overheid ook wel erg veel bezuinigd. En dus terwijl de economie omhoog ging en de aantallen stegen, is er ook nog een tijd doorbezuinigd. En dat heb je natuurlijk nu wel zien keren. Hè? Dus nu zie je de maatregel voor extra capaciteit. Maar in feite is er laat gereageerd op die economische groei. Hoe kijk jij naar deze analyse van het, zeg maar, iedere vierkante centimeter min of meer letterlijk en figuurlijk benutten, economisch? Nou, weet je, ik wilde eigenlijk als eerste allereerst nog eens een compliment maken. Omdat ik, dat mag ook, maar... Ja, ik dacht, dat ben ik namelijk net vergeten. En dat is wel wat onze ombudsman verdient. Omdat het een nogal onorthodoxe, maar wel heel effectieve benadering is om voor een aantal problemen in de stad intense aandacht te vragen. En dat is wel heel goed. Het is niet altijd makkelijk als je bestuurder bent. Maar dat hoeft een ombudsman natuurlijk ook niet te zijn voor het bestuur. Dan wat betreft de analyse, ja, ik ben het daarmee eens. Ik denk, we zien in de binnenstad eigenlijk het samenkomen van een groot aantal maatschappelijke ontwikkelingen tegelijkertijd. Internationalisering van de economie, de enorme hoeveelheid crimineel geld die de stad tegelijkertijd ook binnenkomt. Met name voortkomend uit drugshandel en de ondermijning die daar het gevolg van is. De explosie aan toeristen. En dan ja, nog eens een soort toeristen dat, laten we zeggen, weinig bijdraagt, althans in de binnenstad, aan de kwaliteit van de binnenstad. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. En je ziet eigenlijk in een klein gebied veel van de problemen waar de stad mee kampt. Dus de economische groei, de groei in het bedrijfsleven, de groei in crimineel geld, zie je allemaal op dat gebied, in dat kleine gebied, samenkomen. Ja, ja, en dat is eigenlijk, dat komt ook vanuit internationale economische ontwikkelingen en technologische ontwikkelingen. Maar weet je, als ik er nog één ding bij mag zeggen. Kijk, Arre heeft gelijk dat we het afgelopen half jaar al een aantal maatregelen hebben genomen. Maar het zijn allemaal korte termijn maatregelen gericht op verminderen van de overlast. En het klopt ook dat het nooit toereikend is. He, dus dat het altijd tekort blijft schieten. Wat mij betreft is dit dan ook maar het eerste deel van een groter aantal maatregelen. Samen met de binnenstad, met stadsdeel binnenstad, komen we voor de zomer met een groot aantal maatregelen voor de middellange termijn. En die gaan bijvoorbeeld ook, die grijpen in op de economische ordening, de vergunningen. Wat doen we met prostitutie? Hoe gaan we om met prostitutie in de binnenstad? En na de zomer, we hebben net Sef Hemel gevraagd om met ons na te denken over een lange termijn visie op de toekomst van de binnenstad. Dus die komt er ook. En dwars daardoorheen zijn we ook bezig met het is allemaal vreselijke beleidstaal, moet er soms nog een beetje aan wennen, een masterplan handhaving. Omdat we eigenlijk de handhaving in de stad veel effectiever moeten gaan inrichten om te zorgen dat in de gebieden waar het meest nodig is, binnenstad, Bijlmer, Noord, Nieuw-West, meer handhaving aanwezig is. En tot slot, want dat speelt er ook doorheen, dat is ook niet alleen op de binnenstad gericht, maar heeft er wel effect, is de bedoeling dat we voor de zomer ook komen met een groot programma gericht op het tegengaan van ondermijning. Dus maatregelen waarmee eigenlijk die stroom van crimineel geld en de invloed die dat uitoefent op onze maatschappelijke en economische verhoudingen te verminderen. We hebben nog een ander spreker ook over ondermijnen, daar komen we straks over terug. Maar alvast, de analyse van Arre Zuurmond dat die problematiek van gewoon zakjes vette patat op de stoeptegels ook te maken hebben op den duur, hè, als je dat afpelt, met een toenemende ondermijning of zwart geld of crimineel geld en criminele ondernemers. Klopt dat of is dat een beetje een conspiracy theory waar we ons verre van moeten houden? Dan moet je mij heel even hoe die lijn loopt. Moet je me even uitleggen. In het eerste rapport had ik het eigenlijk alleen maar over overlast en vervuiling. En door de gesprekken die ik daarna voerde, zag ik eigenlijk dat er een beperkt aantal, maar het was iets wat toen een beperkt aantal ondernemers was, dat eigenlijk geen belang had bij het op orde houden en krijgen en schoonhouden van de binnenstad. Die hebben eigenlijk behoefte aan iets van chaos, wat rommel, omdat ze daar ook hun verkeerde dingen makkelijker in kunnen doen. Die zijn niet gebaat bij het netjes de boekhouding op orde hebben, geen zwart werk. En ze doen, die doen dan ook vaak niet mee met de BIS. En dan zie je de laatste de BIS, dat is een per buurt
Ja, de vereniging van ondernemers per buurt. En de laatste tijd hoor je ook dat het zwarte geld wordt gebruikt om ondernemingen, horecaondernemingen of kleine ondernemingen over te nemen. En in die ondernemingen dan weer vormen van witwassen te introduceren. Ja, dus jij ziet eigenlijk een gedeelte van de troep op straat als het afvalproduct van criminelen of half-criminelen bezig. Uiteindelijk zit daar een verbinding tussen, ja, zeker. Mm-hmm. Ja, nee, ik geloof dat je daar volkomen gelijk in hebt. Ik geloof inderdaad dat er te veel ruimte is ontstaan voor, laten we zeggen, een slag ondernemers die zich weinig betrokken voelt bij de buurt. Of die ook rechtstreeks criminele banden hebben, dat is nog maar te bezien. Ja, hè? Maar dat je daarmee een atmosfeer in de publieke sfeer creëert van, eigenlijk het van het ontheemd raken van de publieke sfeer, daar ben ik met je eens. En maar tegelijkertijd mag ik een klein voorbeeld geven. Dan ga ik met een professional die handhaaft, ga ik een controle doen bij een winkel. Die winkel mag niet meer dan 25% van de ruimte gebruiken voor toeristentroep. Hè? Dat is een van de regels. Toeristentroep zijn plastic souvenirs. Ja, zo zeggen. En andere dingen die je niet eens kunt voorstellen. Maar goed. Dan heeft een checklist, die werkt hij netjes af en hij legt het uit aan mij hoe dat werkt. En dan lopen we naar buiten en zegt hij, nou dat klopt dan goed hè. Ik zeg, ja maar heb je dan ook die twee waarschijnlijk illegale werknemers achter de toonbank gezien? En het antwoord is nee, daar ga ik niet over, want dat is het Rijk die daar naar kijkt. Hè, dus, en hij noemt het wel een integrale controle, maar wat hij bedoelt is dat hij alleen integraal de gemeentelijke bevoegdheden controleert en niet integraal het bedrijf controleert. Dat zijn de dingen waar ik me dan zorgen over maak. Want als je het op die manier... Ik denk dat de burgemeester zich daar nog meer zorgen over maakt dan de directe... dan de directe en ik kan natuurlijk niet bewijzen dat het de illegale werknemer is. Hè, maar als je er lang genoeg rondloopt en je hebt een zeker fingerspitzing gevoel voor die uitvoering, dan is maar dat zeer waarschijnlijk. Dit voorbeeld nu even. Ja. Dit voorbeeld, is dat... herkenbaar? Of is dat helaas zoals ons staatsrecht in elkaar steekt? Of is dat... Nee, het is zeer herkenbaar. Je merkt dat wij als gemeente lopen we eigenlijk permanent te zoeken naar mogelijkheden om in te grijpen. En we zijn heel erg beperkt met landelijke, Europese wetgeving. Laat ik maar een simpel voorbeeld. Ik had een debat in de Raad deze week. Dat ging over de explosie aan ATM's. Die cashmachines. Die cashmachines. Ja. En iedereen die voelt ergens dat niet lekker zit. Nog afgezien van de risico's die er kunnen zijn voor plofkraken, noem maar op. Ja, berovingen. Berovingen. Maar je moet wel kunnen aantonen dat er iets aan de hand is. En je moet mogelijkheden hebben om in te grijpen. Vinden we ook wel belangrijk, hè, de rechtsstaat. Zeker. Nee, dat is ook zo. Dus natuurlijk, je kan niet zomaar allerlei beperkingen. Zoals ook bijvoorbeeld als mensen vergunningen willen voor uitbreide terrassen. Zoals je om de haverklap ziet, merk je dat je als gemeente eigenlijk heel erg weinig mogelijkheden hebt om daar grenzen aan te stellen. Behalve als je ingaat grijpen in de bestemmingsplannen. En dat gaat allemaal langzaam en moeizaam. Dus waar wij naar op zoek zijn, zijn eigenlijk creatieve manieren om veel sneller in te kunnen gaan grijpen. Maar bij het vermoeden van criminele activiteiten of van onoorbare activiteiten, ja. Ja, eigenlijk wel, want eigenlijk heb je dat nodig. Maar je zoekt ook naar nieuwe vormen van samenwerking. Bijvoorbeeld, ik heb een tijdje geleden, om maar een voorbeeld te noemen, ondernemers uit het luxe segment uitgenodigd op mijn kamer. Luxe detailhandel, PC Hoofd, maar ook Bijenkorf, Gazan. Hermes en weet ik veel, zo maar zeggen. Ja. En om met hen eens te praten over de hoeveelheid cashgeld die omging. En om dat naar beneden bij te stellen. Nou zeggen ze allemaal, dat is natuurlijk concurrentievervalsing, want iedereen die gaat naar Utrecht. De grens zit zit wettelijk op €10.000. Dat is wat je cash mag aannemen als winkel. Ja, als winkel. Heel veel van die winkeliers, die zien zelf ook het nadeel daarvan, omdat ze namelijk ook heel kwetsbaar voor beroving zijn.
Dus die vinden het zelf ook een probleem. Maar je kan niet zomaar dat naar beneden halen. Daarvoor heb je dus verandering van landelijke wetgeving. Terwijl er echt veel voor te zeggen is om dat bijvoorbeeld op 1000 euro te zetten en niet hoger. En nu mag ik daar een voorbeeld van geven? Ja, nee. Ja? Over ondermijning komen we straks nog. Ik wil nog even terug, want Marcel Dellebeke heeft natuurlijk niet voor niks hier net. Maar ik wil even terug naar het hele kleine. Wat dus ook verband houdt met het hele grote. Maar dat hebben we net established, zullen we maar zeggen. Hoe kan je er nou voor zorgen dat de een van de klachten van de burgerij, zegt de ombudsman, is dat de gemeente soms niet thuis is als je klaagt, zeg maar. Of dat, dat men denkt of meent of dat men inderdaad niet gehoord wordt. Dat is een probleem wat je kan lezen in het rapport dat de ombudsman constateert. En soms is de ambtenaar achter ouderwets, zeg maar, dat je naar een stadhuis of een stadsdeelkantoor gaat waar je even gehoord kan worden, is er wat minder natuurlijk de laatste jaren. Wil je dat ik als eerste dat toelicht? Nou ja, we hebben het net gehoord ook. Ja, je ziet het bijvoorbeeld aan de MOR-aanmelding, of tegenwoordig heet dat dan weer iets anders. De MOR-aanmelding? Dat is een melding openbare ruimte. Dan kan je lekker morren, zeg maar. Ja, en dan kan je dat is een telefoonnummer dat je kan bellen op het moment dat er vuilnis op straat ligt en je wil dat het weggehaald wordt. Ongelooflijk leuke afkorting. Ja. Worden we vrolijk van. Nee, van Mora, bij Cora van Mora. Hè. Maar die bewoners die melden dan een grof vuil of een dumping. Hè. En krijgen dan uw klacht is in behandeling genomen. En tot voor kort kregen ze, dat is inmiddels wel verholpen, zelfs na enige tijd, ook de mededeling uw klacht is verholpen. Waarmee de behandelend ambtenaar bedoelde, ik heb hem naar iemand anders doorgestuurd. Ongelukkig taalgebruik. En als je ergens ziek van wordt, hè, is dat elke keer dat horen. Maar ook wel, en dat vind ik pijnlijker, toch wordt er vaak tegen bewoners gezegd, dat hoort nou eenmaal. Nou, het gevoel van in de steek gelaten worden omdat je niet serieus bent met je klacht. Of wilt u soms een lunteren aan de Amstel, zeggen ze dan. Hè? Ik denk dat boerderijtje op de Dam wordt ook wel Nou ja, ik denk dat de volgende tijd, hè, de komende tijd, dat we meer dat je naast de inhoud ook moet zorgen dat je meer in gesprek bent met de burgers van die wijken en van die delen van de stad. Omdat er in het verleden echt niet geluisterd is. Dat gaat nu vooruit. Maar dat is niet die pijn van jarenlang niet gehoord worden, is niet in één keer weg. Dus los van de inhoud heb je ook een proces, een open gespreksproces nodig om die bewoners weer bij je te trekken en te zeggen, dat moeten we met elkaar doen. Ja, het is niet alleen een probleem van de overheid, het is ook een probleem van de burgers en we kunnen het ook niet zonder die burgers. Ja. Heb jij hier een reactie op? Ik ben het weer met hem eens. Nee, het wordt toch een gesprek, geen debat. Hè? Ja, het wordt, ben ik bang, wel echt een gesprek. Ja. Nee, ook dit klopt. Ik wil wel even iets gezegd hebben over handhaving. Namelijk, er wordt heel hard gewerkt op de wallen door handhavers. En er wordt ook heel veel wel gedaan. Mm-hmm. Want vanzelfsprekend, hè, als je, laten we zeggen, wat er misgaat beklemtoont, dan zul je ook niet het goede werk beklemtonen dat er wel wordt gedaan. Maar handhavers werken heel erg hard. Is het zo dat alles goed loopt? Nee, niet echt. Is er in het verleden te weinig aandacht geweest? Ja, een gemeente is een taaie machinerie. Een ingewikkelde, trage machinerie die niet altijd dezelfde snelheid heeft of wendbaar is zoals burgers zouden willen. Dus daar moet je inderdaad wat aan doen. En je moet, daar heeft Arro ook gelijk in, je moet samen met burgers het gaan doen. Want er zitten wel twee kanten aan. Burgers klagen over de rommel. En daar hebben ze gelijk in. Maar het zijn ook de mensen die er wonen of de ondernemers die de rommel maken. Het zijn ook veel de toeristen natuurlijk. Ja, maar het dumpen bijvoorbeeld van vuilniszakken, dat wordt natuurlijk ook gewoon door ondernemers gedaan en door bewoners. En door de Airbnb-gebruikers die als ze op een of andere dag van dag van de week vertrekken, dat zakje aan de straat zetten natuurlijk. Klopt. Ik zou ook niet precies weten hoe het anders moet, maar dat moet anders. Kijk, de Airbnb-verhuur, die begint ook ergens. Ja. Ja, dat is waar. Dus, dat zijn ook vaak bewoners die hun eigen huis Airbnb verhuren. Ja. En die daarmee ook een deel van de verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte overdragen aan de Airbnb-huurders. Dus het is niet om te jijbakken. Want ik vind namelijk dat de overheid daar een verantwoordelijkheid in heeft. Maar tegelijkertijd moeten we ook echt er samen voor gaan zorgen dat niet alleen de gemeente verantwoordelijk is voor die publieke ruimte, maar het ook weer een gedeelde ruimte wordt. Dus dat bewoners ook terugkeren op straat en het gevoel hebben dat die straat ook weer van hen is. Ja, moeten ze natuurlijk niet de stad uitgejaagd worden doordat de
prijzen van vastgoed en het huren zo hoog zijn dat ze niet kunnen wonen natuurlijk. Dat is weer een ander. Maar ja. Mag ik twee, nog twee dingetjes? Het hangt bij me aan elkaar. Ja, toch twee dingetjes. Op de avondrondes heb ik een aantal ondernemers gezien. Die hebben dan een zaak die tot 11 uur open is qua keuken. En dan 12 uur hebben ze opgeruimd. Ja, dan kan je de spullen eigenlijk niet meer buiten zetten. Van de voedselwarenautoriteit mogen ze spullen niet binnen hebben, etensresten. Van de overheid, zeg maar, de gemeentelijke overheid mag haalt niet het niet op. Zetten, ja. Maar als ik spreek ze aan, ik zeg, weet u wel wat u nu aan het doen bent? Hè? Dit kan eigenlijk niet, er komt niemand meer het ophalen. In veel gevallen zeggen ze dan, oh, dat wisten we niet. En dat komt ook vaak omdat de eigenaar er niet zou is. Zou ik trouwens ook zeggen, meteen. Maar goed, maar het zijn ook heel vaak, zeg maar, urenkrachten, die elke avond zijn het weer andere. Ja. Hè? Dus het is best wel ingewikkeld om dat goed op orde te krijgen. Ik denk dat aanspreken, en dan niet alleen tussen 9 en 5, maar ook 's avonds laat. Hè? En af en toe, want die Airbnb ben ik het net niet helemaal eens met de burgemeester. Ik zie dat er veel woningen permanent worden verhuurd. En dat er dus aparte bedrijfjes zijn die het schoonmaken doen. Ja. Die hebben geen contract voor afval opruimen. En nadat ze dus een Airbnb-ruimte hebben schoongemaakt, zetten ze de vuilnis die ze daar hebben aangetroffen. Zetten niet die toeristen dat buiten, maar dat bedrijf dat schoonmaakt. Ja, en dat kan je erop aanspreken. En dat kan je erop aanspreken. Ja. Ja. Ja, dit is weer een voorbeeld misschien van hoe die enorme technologische versnelling. En je ziet ook als je die Airbnb enzovoort de gemeente misschien ook wel verrast heeft, zeg maar, in handhaving. Ja. Nee, maar dat klopt. Je ziet een groot aantal maatschappelijke veranderingen, waardoor bijvoorbeeld is de afgelopen jaren het project 10-12 geweest op de Wallen. Op de Wallen, ja. Erop door gericht om overlast, vrouwenhandel, georganiseerde misdaad te verminderen. En je ziet dat bijvoorbeeld in dat project nog heel weinig rekening werd gehouden. Dus het onderwerp is nog niet aan de orde geweest. Dat zal zo meteen met bijvoorbeeld het effect van internet op prostitutie. Dus in dat project is daar nog weinig rekening mee gehouden. En je kan na een aantal jaren eigenlijk vaststellen dat als je dat wel verdisconteert, dat je misschien andere maatregelen had genomen ten aanzien van prostitutie. En nog één opmerking in de richting van wat Arre net zei. Mij valt het ook op dat de bekendheid met wat mag en niet mag op de Wallen niet even groot is. Dat maakt het voor handhavers ook heel erg moeilijk om op te treden. Mij viel dat enorm op toen ik een middag met de handhavers op pad was en ze het alcoholverbod moesten gaan handhaven. En dan zie je eens in de 3 straten zie je een klein rood bordje staan waarop dan staat je mag hier niet drinken in de openbare ruimte. Ja, zo'n flesje met een streep erdoor. Huh? Ja, precies. Maar elke handhaver die naar een toerist toe loopt, die daar met zijn speeltje staat, die zegt hoezo mag dat niet? Ja, dan moet zo'n handhaver die moet gaan wijzen. Dus dit hebben we nou vrij ruig aangepakt. Ook niet tot geluk van alle bewoners van de binnenstad die dan boos zijn over vervolgens de banners. Door hele grote banners op te gaan hangen dat er niet gedronken mag worden. En het werkt wel. Nog niet voldoende. Ik bedoel, mensen zijn er nog steeds. Hè? Er wordt nog steeds in de openbare ruimte. Maar ik ben het ermee eens dat we de regels die gelden veel duidelijker moeten gaan maken. Je moet eerst normeren voordat je gaat handhaven. En er wordt niet altijd even goed genormeerd. Hoe heet dat? Integrale aanpak, handhaving die in de maak is? Misschien dat dit erin. Ja. Het woord integraal, dat probeerde ik te mijden tot nu toe. Hoe heet het? Masterplan heet het. Dat was het. Ja. Ja. We gaan even luisteren naar Walter Ploos van Amstel. We hebben hem gevraagd, onder andere omdat hij lector City Logistiek is aan de Hogeschool van Amsterdam. Hartelijk welkom. Hij doet onderzoek naar de mobiliteit in Amsterdam. En hij is daarbij ook voorzitter van de wijkoverleg De Oude Stad, waar al eerder naar gerefereerd werd door de burgemeester. Hartelijk welkom. Dankjewel. Het spreekgestoelte is voor jou, Walter. Het lijkt wel een prachtige, volle collegezaal. En ik ga u meenemen. Wie van u heeft een smartphone? Dat zie je, dat is geweldig, hè? Dat ding kun je geweldig leuke dingen mee doen. Je etentje boeken. Parkeerplaats zoeken. Hij waarschuwt je voor flitspalen. Ik zie meteen de taxiwereld hier al kijken. Geweldig. En wie van u date er nog wel eens? Dat is dat heel raar. Hè? Dat is niemand in die zaal date. Maar dat is geweldig. Want dat kan ons helpen om die stad slimmer te organiseren. En ik moet jullie eigenlijk meenemen in een sprookje. Wie van u heeft er kinderen? En dan moet je wel eens een sprookje voorlezen. Mijn moeder deed dat. Kennen jullie dat sprookje van Klein Duimpje? Weet je nog het idee?
die legde allemaal steentjes neer, zodat hij de weg terug kon vinden. En dat doen jullie allemaal met je smartphone de hele dag. We hebben iedere dag in de stad, in de binnenstad, 300.000 tot 500.000 mensen die die kiezelsteentjes achterlaten. Die zitten in de taxi, die zitten in de fietstaxi, die lopen, die fietsen, die zitten in de kroeg. Nou, de vraag is, kunnen we nou iets gaan doen met al die steentjes die die mensen hebben achtergelaten? Doen in de zin van sturen, kunnen we ze anders laten bewegen? 80% van de bewegingen in de stad, de mobiliteitsbewegingen, zijn niet van Amsterdammers. 80% is van mensen van buiten de stad. Die zouden het op de een of andere manier moeten kunnen beïnvloeden in hoe ze door die stad heen gaan. We kunnen er ook van leren. Waar komen ze? Het woord hotspot viel. Waar komen ze vaak? Waar maken ze misschien ook te veel geluid? Nou, een van de mooie dingen die er gebeurd zijn de afgelopen 2 jaar is het begrip crowdmanagement. Crowdmanagement komt uit grote evenementen, maar gaat eigenlijk om hoe manage je die massa. En dat managen kan zijn, het wordt te druk. Dan kun je acties gaan nemen. Een van de mooie dingen van die smartphone is dat vroeger kon ik jullie alleen maar massaal naar links laten gaan of naar rechts. Of massaal een rood kruis op een weg zetten. Tegenwoordig kan dat individueel. Wie van u wilde graag lekker slenteren? Nou, ik wel. Dus geef mij maar een route die leuk is door de stad. Rustig, mooi. Anderen willen juist gehaast. Moeten als een dwaas door die stad heen. Nou, dat principe van wat jij graag wil, dat principe van die data, wordt gebruikt op de wallen om die crowd te managen. Je kunt het eigenlijk gewoon voorspellen. We kunnen uw data koppelen aan buienradar. En als het ineens regent, weten we dat het minder druk op straat is. We kunnen het koppelen. We weten als het mooi weer is. De zaterdag voor Sinterklaas, dan komen er niet 250.000 mensen winkelen, maar 350.000. Daar kunnen we geweldig van leren. Dat soort technologie kunnen we niet alleen gebruiken voor crowd management. Dat kunnen we ook gebruiken voor het handhaven van die taxiwereld. We kunnen eigenlijk een soort quotum geven aan alle taxichauffeurs. Want dit is het maximale aantal uren wat je per jaar leeg in de stad mag rijden. En is je quotum op, dan houdt het op. Maar je kunt het ook positief zien. Als we weten met voorspelmodellen hoe druk het wordt, kunnen we ook gaan zitten, misschien wel met de Ubers van deze wereld, om te kijken hoeveel taxis hebben we nodig. We kunnen ook helpen. Geluid is het nieuwe asbest. Roos in de film, geluid is het nieuwe asbest. Geluidssensoren in de stad, camerabeelden. We gaan steeds meer, dat heet heel duur in mijn vak, het Internet of Things, met sensoren. We kunnen dat gaan gebruiken om dingen slim te gaan regelen. Klinkt geweldig, hè? Slim regelen dat al die vuilniszakken worden opgehaald. Slim regelen dat grote afval wordt opgehaald. We kunnen zelfs zien wat er allemaal gebeurt op straat. Roept wel een paar vragen op. Want dat klinkt te mooi, hè, al die technologie. De eerste vraag is, straks misschien ook voor het gesprek, wie is de baas van dat systeem? Want als ik de baas van dat systeem was, dan zou ik misschien wel als ik op die wallen woon, wallenbewoners eerst. En wat mij betreft, alle fietsen uit de wal als het druk is. Ja, die ondernemer zal denken, ik wil eigenlijk wel graag degene hebben die hier lekker komen eten en drinken. Wie bepaalt de spelregels van dat systeem? Want als overheid moet je gaan kiezen. Jij bent belangrijk en sorry, jij bent niet belangrijk. Wie bepaalt de spelregels? Is het het recht van de rijkste? Of is het het recht van de sterkste? Ik vind dat een uitdaging. Een tweede vraag die het zeker oproept is die van privacy. In Hengelo heeft GroenLinks afgelopen vrijdag in de raad ingebracht dat er een verbod moet komen op wifi-tracking in de Hengeloze binnenstad. Ja, als we u niet kunnen volgen, als de stad een soort groot wit gebied wordt, kunnen we ook niets met die mobiliteit. Ik vind het heel lastig van een stukje van je privacy weggeven. Dat doet u trouwens allemaal met die smartphone. Maar onder welke voorwaarden? En een van de sprekers die ik het afgelopen jaar een paar keer heb gehoord, Marleen Sticker. Kent u Marleen Sticker? Van de Waag. En die heeft een soort stickerdoctrine. Niemand mag geld verdienen met onze data. Ik vind het hele spannende, want dat betekent dat je eigenlijk ook wel graag samen wil werken met de flitsmeisters van de wereld, de taxi-appbouwers, met Google. Want heel veel van de bezoekers gebruiken Google als ze door die stad heen lopen. Wat ik eigenlijk wil is dat Google precies dat advies gaat geven door die 80% die er niet woont, op een slimme manier door die stad gaat. Ten slotte, het is ook wel eng. De verkeerslichten Amsterdam, als ze alleen nog maar op groen gaan, als jij connected bent.
Heb je een dag je smartphone vergeten, dan sta je wel heel erg lang te wachten op een groen verkeerslicht. Ik vind dat spannend. Ten slotte, ja, druk te managen. De eerste vraag die natuurlijk voorgaat is, wat vinden we acceptabele drukte? Want een van de spelregels in zo'n systeem zou wel eens kunnen worden, de wallen zijn vol, er zijn 30.000 bezoekers. Dan gaan we in dat systeem zetten dat de Jordaan het overloopgebied wordt. Vinden we dat met elkaar nou allemaal wel zo wenselijk? Dank jullie wel. Hartelijk dank, Walter Ploos van Amstel. Hoe gaan we de overlast te lijf en gaan we dat op een slimme manier? En wat geven we dan op? Is misschien de kern van je verhaal. En het kan, de ombudsman pleit ook voor een overheid 2.0 en overheid 3.0 samenwerken met allerlei anderen en allerlei organisaties en burgers. We geven wel onze gegevens gedachteloos weg aan Google. Maar kennelijk is het niet zo snel gedachteloos aan de overheid. En misschien is dat wel terecht, misschien is dat onterecht. Ik bedoel, dus dat wantrouwen ten opzichte van dat we minder wantrouwen hebben ten opzichte van een wereldwijd concern ergens ver weg dan tegenover onze eigen lokale overheid, is misschien ook wel weer heel gek. Maar het oplossen van de overlast, van de grote delen van de overlast, door slimmer te werken. Wat zou je als eerste daar, als je het mocht zeggen, de voorkeur aan geven? Wat denk je dat we zouden daar meteen kunnen beginnen? En de toekomst is al begonnen. Kijk maar gewoon niet naar de toekomst, maar kijk maar gewoon hier. Wat kunnen we dan nu gaan doen? Ik denk dat taxi-overlast, dat je daar heel veel mee kan. Maar dat kan niet direct morgen, maar wel binnenkort in de eerste experimenten kunnen. Met name het controleren van hoeveel taxis zijn er eigenlijk leeg. Hoeveel taxis rijden er in de binnenstad? Zijn het gecertificeerde taxis? Houden ze zich aan het rijtijdenbesluit? Waarom kan dat niet nu al? Uber kan dat over de hele wereld met een van de appie? Nou ja, voordat je dat juridisch geregeld hebt en ook technisch geregeld hebt om dat te constateren. Er zijn taxis die op hele verkeerde plekken elke keer met allerlei gevaar voor omstanders die daar fietsen en dergelijke. Er zijn veel lege taxis. Ze rijden veel uren. En je kunt natuurlijk zeggen, relatief veel overlast, hè, geloof ik. Ja, en dat is ook gevaarlijk. Als jij 12 tot 16 uur moet werken om een beetje een boterham te verdienen, dan begin je toch. Kijk, we hebben niet voor niks tachografen. In een truck, dat de chauffeur niet te lang achter. Dat hebben we geregeld. Ja. En dan hebben we ook gezegd, jouw privacy als chauffeur, die weegt niet zo zwaar als de veiligheid van alle andere weggebruikers. Dus wij gaan iets van jou trekken om ervoor te zorgen dat jij niet te veel uren achter elkaar rijdt. En zo'n tachograaf in combinatie met iets van een black box in zo'n taxi zou je kunnen gebruiken om het aantal taxis en de plekken waar ze rijden en waar ze verkeerde dingen doen te reduceren. Dat gaat je niet lukken met gewone capaciteit met blauw op straat. Dat is gewoon te veel. Er zijn 6.000 taxis in de stad en 2.000 schatting. Dit is een eentje waar het eigenlijk vrij makkelijk zou kunnen. Is dit reëel, denk je? Femke Halsema? Als ik heel eerlijk ben, dat weet ik niet. Nee. Ik kan dat niet. Ik weet te weinig van die ontwikkelingen af om dat te kunnen beoordelen. Maar ik kan wel op afstand vermoeden dat dit juridische complicaties heeft. Je zou het naar Gerberon moeten navragen. Hè? Onder andere. Ja. Het punt is natuurlijk dat de juridische constructies lopen altijd hierbij achter. Dus je zult nieuwe juridische constructies moeten introduceren om dit soort dingen te doen. Maar zoals gezegd, de tachograaf was er ook niet altijd. Die is ook geïntroduceerd op het moment dat we constateerden dat er te veel gereden werd en te lang werd gereden. Ik denk dat er heel veel nieuwe technologieën mogelijk zijn. Om je een ander voorbeeld te geven. We moeten ter plekke constateren dat een horecaonderneming te veel lawaai maakt. Je belt. Er is herrie, dan zeggen ze, we komen eraan. We bedoelen ze, we hebben anderhalf uur nodig om bij jou te komen. Hè? En tegen die tijd is omdat het druk is, hè, die handhavers werken bikkelhard, maar ze moeten zich wel verplaatsen. En ze hebben veel meldingen. Door, ja. En waarom zou je, als er in die ruimte toch al iets van internet is en ze hun muziek automatisch door internet binnen te halen laten afspelen, waarom zou je niet iets van automatisch constateren dat het geluid hard is, daar introduceren? In plaats van de nogal achterhaalde geluidsmeter die er in de jaren 80 bedacht is. Dat is achterhaalde technologie. En ik denk dat je op veel plekken een stuk van je handhavingscapaciteit kunt
maar verveelvoudig eigenlijk, door slimme nieuwe technologieën toe te passen. Dat zal met experimenten moeten, dat zal met reflectie moeten en met debat. Want crowd management is er ook zo eentje crowd van. Crowd management is er ook eentje, ja. En we weten allemaal wel waar ze rondlopen, maar mogen we het gebruiken? Het is inderdaad echt een dilemma natuurlijk voor de handhaving van de openbare veiligheid en de begaanbaarheid van de stad. Of je dit soort nieuwe gegevens en de gegevens die mensen op hun smartphone hebben staan, ook als overheid wil gebruiken of mag gebruiken. Ja, je houdt daarbij natuurlijk afwegingen van proportionaliteit en rechtvaardigheid. En daar zul je rekening mee moeten houden, want mensen kunnen niet helemaal doorschijnend worden. Juist in een grote stad is er natuurlijk ook nog zoiets als een recht van anonimiteit. Ja. En daar niet gecontroleerd te worden en ergens redelijk vrijelijk te mogen rondlopen. Tegelijkertijd, ik vind dat je nooit anti-technologie moet zijn. Je moet gewoon zorgen dat er garanties zijn voor privacy. En als er inderdaad technische snufjes zijn die handhaving vergemakkelijken zonder dat ze heel diep in de privésfeer van mensen treden, ja, dan moet je alles doen wat mogelijk is. Maar ik kan dit, ja, sorry, dit is zo technisch, dat kan ik niet beoordelen. Nou, het is ook heel staatsrechtelijk en juridisch natuurlijk. Hè. Het is ook heel technisch, absoluut. En daardoor is het ook heel ingewikkeld. Omdat het die dan. Maar het is natuurlijk ook tamelijk staatsrechtelijk. En volgens mij zegt de ombudsman, laten we alsjeblieft om die overlast en die massa te beheersen, hè, in Amsterdam wat ruimhartiger omgaan met het experimenteren met dit soort technologieën. Die misschien dan soms wel wat privacy van de burger kosten. Ik weet niet of we het daarmee eens moeten zijn, maar dat is volgens mij wat het rapport zegt. Maar even, het hoeft niet altijd privacy. Zo in zijn algemeenheid is die vraag niet te beantwoorden. Zal ik dan een voorbeeld geven? Hè? Ik probeer een experiment van de grond te krijgen in Amsterdam, waarbij samen met burgers, en dat doe ik trouwens in samenwerking met De Wagen, met Marleen Sticker, dat noemen we dan citizen science, kijken of wij in een aantal straten het geluidsniveau kunnen meten, en nog zelfs één stapje verder, ook het geluid kunnen duiden. Is dit nou een optrekkende motor? Is dit een brallende toerist, of is dit een. We hebben daar ook iemand gevonden die letterlijk in de jungle in Afrika werkte om stroper te vinden. Nou, is toch een vergelijking getrokken, maar ik heb het niet gedaan. Nee, nee. Maar dit is Afrika, hè? En andere delen van Afrika. Maar die heeft dus met artificial intelligence inbouwen in microfoons, kan die geluid van een geweerschot of geluid van een wagen die langs rijdt identificeren. Dus die neemt niet het gewone geluid op, maar klassificeert het. En met die klassificatie kan je veel gerichter je handhaving doen. Dan hoef je niet elke keer aanwezig te zijn om tegen een horecaondernemer te zeggen, uw geluid is te hard. Of uw mensen op het terras, die schreeuwen te hard, wilt u ze aanspreken? Dan hoef je niet elke keer. Maar dit klinkt niet als een invasie in de privacy van mensen. Precies. En als dat niet het geval is, dan moet je er natuurlijk heel erg voor openstaan. Ja. Dus wat mij betreft, want dat is namelijk een antwoord, in zijn algemeenheid kun je volgens mij geen uitspraken doen over rechtsstatelijkheid versus technologie of innovatie. En moet je het gewoon per keer kunnen beoordelen. Er is alleen één element wat nog wel eens wordt vergeten. Dat is bijvoorbeeld ten aanzien van camera's. Hè. Je kan meer camera's in de openbare ruimte. Maar uiteindelijk valt of staat de effectiviteit van cameratoezicht bij handhaving. Want je moet ze namelijk wel uitlezen en je moet er wel gevolg aan geven. En als je daar schaarste hebt, dan kom je toch weer op hetzelfde probleem uit. Dus volgens mij moet je technologische snufjes toelaten. Daar waar ze niet in strijd komen met op een te grove manier met de rechtsstaat. Maar verwacht er ook niet te veel van. Je moet er ook de handhavers en de techneuten wel bij hebben. Ik wil even naar Bas Vos gaan. Het werd ook over taxis gesproken. En als oud-directeur van TCA en de overlast die toegeschreven werd door mij, hè, even aan de taxis. En dat was misschien geheel onterecht, maar daarom kom ik even naar jou toe. De problematiek van de taxicentrales en die Ubers en die door heel Amsterdam rijden en 's nachts. Hè, we hebben ook even het filmpje net gezien. Dat... 2 minuten? Dan ga ik timen. Oké, maar dat mag. Ik heb inderdaad na mijn huisartsenpraktijk 10 jaar taxi gereden in Amsterdam. Niet alleen gereden, ook bestuurd, toch? Ja, ook gereden. Ja. Er zijn krankzinnig veel taxis. We weten allemaal dat de centrale overheid daar de schuld van heeft. In 2000 zijn we gaan liberaliseren. En na 19 jaar hebben we nog steeds niet gevonden wat we de negatieve revenuen daarvan, hoe we die kunnen bestrijden.
Elke legale taxi in Amsterdam heeft een boordcomputer. Dus Arre, je kunt ze allemaal uitlezen. Wat is nou het probleem? Het probleem is dat de illegale taxis, die hebben geen boordcomputer. In de jaren 70 was het zo dat je geen daklicht mocht hebben tenzij je lid was van toenmalige CBVT, dus de toegestane taxiorganisatie. Als je dat wel had, dan werd je aangehouden door de politie als je leeg was. En dan vroegen ze van, waar kom je vandaan? En als het dan een taxi was uit Groningen, die zei van, ik heb iemand naar Amsterdam moeten brengen en ik rijd weer terug. Dan was er niks aan de hand. Maar als je het lef had om met een taxi illegaal te rijden en je aan te bieden, omdat je een daklicht taxi op je dak hebt staan, dan werd je zeer zwaar beboet. En dus was het een zeldzaamheid dat dat gebeurde. Dus de overmaat aan taxis, daar kan je aan de ene kant als gemeente niks aan doen, behalve aandringen bij de centrale overheid van zouden jullie die gekkigheid nou niet eens een keer veranderen? Marktwerking werkt alleen. Dat weet elke econoom. Als die markt niet aan alle kanten verstoord wordt, dat wordt hij bij de taxi, wordt hij dat wel. Uber kan je heel makkelijk, dat is een goede concurrent van bijvoorbeeld de TCA. Het is een rittenfabriek. En het zijn dus bestellingen van de een naar de andere plaats. De chauffeurs die hebben te weinig werk. En wat zijn ze dus gaan doen? Ze hebben dus een daklicht gekocht, hangen dat op de auto, in tegenstelling tot wat mag, maar pikken daarmee dus ontzettend veel klanten op. Ondermijning, ja, want wat ze aan die klanten verdienen is alleen maar zwart geld. Creditcards niet geaccepteerd, geld willen ze hebben. Dus met andere woorden, ook daar ontstaat nu een zwart geldcircuit. In het begin was Uber heel keurig alleen maar de bestelmarkt, maar nu is het dus de chauffeur zelf. Uber trekt natuurlijk zijn handen daarvan af. Uber zelf, die jongens die gaan dus aan het werk. Soms met wallen onder de ogen, 12 uur, 13 uur, 14 uur en daarmee komen er dus verschrikkelijk veel ongelukken. Het zijn bijna allemaal jongens van voor in de 20, zonder rijervaring. Vannacht is er nog weer een dode gevallen. Het zijn steeds Uber-chauffeurs. En waarom? Omdat ze A, geen ervaring hebben, B, veel te lang achter elkaar moeten rijden om aan een leefbaar inkomen te komen. Waarom nou niet, zoals we dat in de jaren 70 hadden, een daklichtverbod van je mag dus geen daklicht op je, dan bied je je aan voor vervoer. Dat heb je bij een bestelmarkt niet nodig, want dan weet je waar je naartoe moet en de klant zegt waar je naartoe gaat. Dus met andere woorden, heel eenvoudige regeling, een APV, dat er weer ouderwets er alleen maar een daklicht gevoerd mag worden door de chauffeurs die bij een toegestane taxiorganisatie zijn. Lekker simpel. Die worden gecontroleerd aan alle kanten. Er is ook een bruggetje naar ondermijning, want dit is ook een zwart geldmachine aan het worden, begrijp ik. Ja. Want dit is zwart, grotendeels het geld wat het is allemaal zwart, terwijl de reguliere taxi dus geen millimeter kan rijden zonder dat het in de boordcomputer zit. Dus dat is drie keer de vervalsing van concurrentie. Eén, ze pakken een stuk van het werk. Twee, ze verdienen relatief meer omdat ze dus zwart kunnen rijden. En, nou, er was nog een. Weet en drie. En we zitten aan de 2 minuten. Hartelijk dank, Bas Vos. En misschien kan er dan ook weer, kan die nachtsociëteit weer open, die daklicht heten, vlak aan het, bij de wagen om de hoek, die tot diep in de nacht open bleef en waar je dan nog een uitsmijter kon eten als je s'nachts er was. Dat zou dan ook mooi zijn als hij terugkwam. Ja, maar goed, je kon er ook wel binnen als je geen taxichauffeur was om wat te eten hoor, soms. Dit terzijde. Eigenlijk heel simpel voorstel. Handhaven, hè? Handhaving. Weer handhaving. Gaat eens even uitzoeken. Ja. Nou, kijk. Goeie tip. Mag je dan nog iets over die snorders zeggen? Want ik denk ook dat die snorders, wij hebben een onderzoek gezien als bureau ombudsman, waarbij er 's nachts een aantal metingen gedaan zijn van bewegingen over de grachten. Nou, het bleek allereerst dat het 's nachts drukker was op de gracht dan overdag. Hè? Ja. 60% van wat daar aan kentekens reed was taxis, legale taxis. Hè? Het zei Uber, het zei TTO. Maar 20% van de auto's die langs reed 's nachts vertoonden wat zij noemden taxigedrag. He, dat waren dus geen geregistreerde taxis, maar feitelijk waren het wel taxis. Ook wij kregen, toen we onderzoek aan doen, waren direct een aanbod van een snorder om ergens naartoe te gaan. Moest wel cash natuurlijk afrekenen. Ik denk dat ook daar je met een aantal slimme camera's een aantal mensen kan aanpakken.
Ik weet, om een gek voorbeeld te geven, dat de sociale dienst in Zaanstad zegt, wij hebben er last van, want wij denken dat een deel van onze cliëntele illegaal bijverdient in Amsterdam. Wij kunnen dat niet controleren. Wij zouden graag in regionaal verband snorders proberen aan te pakken. Niet alleen omdat ze de reguliere markt verzieken, hè, maar ook omdat het toch ook een vorm van uitholling van die rechtsstaat is. Omdat ze zo makkelijk geld bij kunnen verdienen, terwijl ze ook andere dingen doen. Normale ondernemers zeggen, dit is een oneerlijke concurrentie. Mm-hmm. En vanuit het oogpunt van overlast is dat de druk, de volte, de druk op de stad, is natuurlijk ook een veelgehoorde klacht. Misschien een simpele oplossing van verschillende kanten. Nu even, zo gebruik ik hem ook graag, als brug naar Jan Tromp. Hij zit hier. Hij is oud-adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant. Maar hij is als journalist gevraagd door de gemeente Amsterdam om onderzoek te doen naar de geldstromen rondom harddrugs. We hebben hem gevraagd om iets te zeggen over dat fenomeen dat we al een paar keer besproken hebben. Iets uitgebreider iets te zeggen over het fenomeen van ondermijning. Jan Tromp, hartelijk welkom. Ja, als journalist gevraagd. Ik geloof niet dat ik als journalist ben gevraagd. Dat hoop ik tenminste niet. Misschien vanwege je speurneuzen. Onderzoekers. Zo is het, dankjewel Femke. Pieter Tops is hoogleraar in Tilburg, bestuurskunde. Ook verbonden als lector aan de politieacademie. En langs wonderlijke weg hebben hij en ik elkaar gevonden, doordat we alweer 5 jaar geleden in Brabant, ik woonde in New York, ben in een dorp in Brabant gaan wonen. Ik kan het jullie allemaal aanbevelen. En ben ik me gaan bezighouden met ondermijning. Wat een containerbegrip is, daarover zo meteen nog iets. En ik schreef voor mijn krant, de Volkskrant, en Pieter Tops die deed aan publicaties. En we vonden elkaar, we hebben een boek geschreven, dat heet De Achterkant van Nederland, gaat over de verstrengeling van bovenwereld en onderwereld. En dat heeft een vlucht genomen, dat boek, zowel als dat thema. En ik denk, maar corrigeer me alsjeblieft als ik het verkeerd zeg, dat als een van de uitvloeisels daarvan het gemeentebestuur van Amsterdam heeft gezegd, kijk eens naar de situatie hier. Tot zover de introductie, Jan, en nu de substantie. Ja, nou dan begin ik want het is en fascinerend, maar het is ook zo buitengewoon lastig grijpbaar. Arre gaf dat al aan met te zeggen, kijk, het zit eronder. 3 noties van deze week. In Heusden arriveerde dinsdagochtend vroeg een fruitcontainer uit Zuid-Amerika bij een transporteur. Dat is een brave man, die transporteur. Die opende die container, die vond daarin, laten we zeggen, 10.000 kilo bananen. Maar ook van die witte pakketjes. Er zat enkele honderden kilo's cocaïne in. Bij elkaar goed voor straatwaarde, tientallen miljoenen. Hoe kan dat? Er is hoogst vermoedelijk een logistiek foutje gemaakt binnen het netwerk. Die container die kwam aan in de haven van Rotterdam, had daar onderschept moeten worden en moeten worden leeggehaald door zogeheten uitladers. En dat is om een of andere reden is dat niet gebeurd. En nu is er een buitengewoon gevaarlijke situatie ontstaan. Want nu moet er binnen het netwerk worden afgerekend. Wie is verantwoordelijk voor dat verlies? Afgerekend in de Scarface zin des woords, hè? Niet gewoon Russisch, betalen bij de bank. Precies. Ja. Wie is verantwoordelijk voor dat verlies van tientallen miljoenen. En oké, ik geef toe dat ik speculeer, maar hou rekening met enkele liquidaties binnenkort. Dat was het eerste wat me opviel. Het tweede wat me opviel, kijk, we zijn gewend aan burgemeesters in safehouses. Dat verschijnsel, dat kennen we inmiddels. Maar deze week werd bekend dat er ook een rechercheur, ik ken hem, een jongen die heel erg geverseerd is in de productie van synthetische drugs,
Die is gedwongen om onder te duiken. Die is weggehaald bij zijn gezin en op een geheime plek ondergebracht. Het is naar mijn weten voor het eerst dat dat een regisseur overkomt. Punt 3. Deze week is de huurmoordenaar van de broer van een kroongetuige, die heeft 20 jaar aan zijn broek gekregen. Het Financieel Dagblad bracht vrijdag het verhaal dat een andere broer, die partner is bij KPMG, dan zit je hoog in die club, die verschijnt al een maanden niet meer. Ook die is moeten onderduiken. Dat is toch, ja, het overkomt ons gelukkig niet allemaal, maar het is wel de wereld waarin we leven. Drugsproductie, drugshandel is een miljardenindustrie geworden, met een eigen parallele economie en een eigen, vaak gewelddadige orde. Ik denk dat het ook in Amsterdam geldt. Er is geen eenduidig beeld, maar bekend is dat er Amsterdamse criminelen zijn die tenminste beschikken over tientallen miljoenen euro's. En er zijn meer dan signalen dat wordt witgewassen door investeringen in horeca, in detailhandel en in vastgoed. Nou, dat verschijnsel heeft dus een naam, dat noemen we ondermijning. Het heeft als verschijnsel het afgelopen jaar een doorbraak beleefd. Maar als we niet oppassen, keert het succes daarvan zich tegen zichzelf. Want ondermijning is een containerbegrip. Qua jongens die de WIP bij ons in de speeltuin hebben vernield, die doen aan ondermijning. Althans, dat wordt wel gezegd. Ik geloof dat we daar niet aan mee moeten doen, want zo wordt het begrip wel erg diffuus. Tops en ik zeggen, doe niet aan morele paniek, maar wees vooral praktisch in dit onderwerp. Het is al ingewikkeld genoeg. Ondermijning gaat over maatschappelijke effecten van georganiseerde misdaad. En die maatschappelijke effecten, die beginnen we langzamerhand te zien en die zijn fenomenaal omvangrijk. In Nederland wordt die ondermijning vooral gevoed door de drugscriminaliteit. Daar gaat gruwelijk veel geld in om. Hetgeen machtsposities geeft aan criminelen en aantrekkingskracht uitoefent op personen en groepen. In het filmpje, ik weet niet of u dat allemaal hebt kunnen zien, aan het begin van deze avond zag je ook dat scholieren op vrij ruime schaal overal in Nederland worden ingeschakeld voor koeriersdiensten. En daar zie je dus vormen van vermenging tussen de onder- en de bovenwereld. Het is dus een grote en zeer serieus te nemen kwestie. Ik heb nog één punt, mag dat? Eén punt. Goed. Dat gaat over de opsporing. Die richt zich overwegend op laboratoria en op kwekerijen. En dat is langzamerhand lopende bandwerk geworden. Elke dag, overal in Nederland, worden er wel laboratoria opgerold. Politieagenten kunnen ons verzekeren dat eerder de expressie is van expansie dan de uitdrukking van het feit dat we er langzamerhand greep op beginnen te krijgen. Dat is helaas nog niet het geval. En wie pak je dan? Naar een woord van Wim van der Donk, de commissaris van de Koning in Zeeland, dan pak je de sukkels. Brabant, ja. Je pakt de waterdragers. En nu, dat vind ik interessant, dat was mijn punt, wint het inzicht veld dat we de zaak moeten zien te herleiden naar de geldstromen. Om enigszins in de buurt te komen van de grote jongens om wie het gaat. En om te ontdekken hoe al dat geld neerslaat in de bovenwereld. Dat we die aanpak vooral moeten kiezen, weten we eigenlijk al bijna 30 jaar. In mei 1992 werd Giovanni Falcone onderzoeksrechter op Sicilië. Die werd gecatapulteerd samen met drie lijfwachten en zijn vrouw in een auto op de snelweg in Palermo. Omdat Falcone die had de weg gevonden. Wat deed Falcone? Die keek naar de financiële kant
van de maffia. En duizenden bankafschriften en checks had hij inmiddels onder ogen gekregen, had hij bestudeerd en hij vond de sporen. Ik ben ver over me. Nou, nu zie je die beweging. Die beweging, daar hou ik echt op hoor. Maar die zie je ook ontstaan in Nederland bij de politie en het Openbaar Ministerie. Er is relatief heel weinig bekend over geldstromen. Oplossingen zijn nog ver weg. Maar u hier in Amsterdam moet zich afvragen, vanuit het besef dat zich ondergronds ongelooflijk veel macht samenspant, van wie is de stad nu eigenlijk? En dank, dat Jan. Vind ik een zorgelijke vraag, maar ook een vraag die zeer de moeite waard is om te stellen. Dank Jan Tromp, hartelijk dank. Met het aansprekende voorbeeld van het in kaart brengen van de geldstromen. Hè. Ooit is daar Al Capone ook mee gepakt. Dezelfde methode. Inderdaad, Giovanni Falcone en zijn makker Gerardo Colombo. Ik heb ze ooit nog geïnterviewd, niet al te lang voor zijn dood. Deden dat ook en dat is levensgevaarlijk. Dus ik hoop dat jij het er beter afbrengt. Maar is de Amsterdamse gemeente eigenlijk... In Brabant kan je daaraan twijfelen, sommige gemeentes. In Haarlem blijkt het ook behoorlijk ernstig zijn. Maar is de Amsterdamse gemeente bestand tegen de geldstroom? Aan de ene kant hebben we al geconstateerd vanuit grote Californische internetondernemingen die een probleem zijn. Maar de andere geldstroom is de drugsgeldstromen natuurlijk. Zijn we daar eigenlijk wel tegen bestand? Ja. Natuurlijk. Gelukkig. Dat zou gek zijn als ik zou zeggen nee. Maar ik denk dat bij de gemeente, bij justitie, bij politie er een groot besef is van dit gevaar. Van de gigantische hoeveelheden geld inderdaad die er omgaan. Iemand vertelde mij een tijd geleden dat om te testen of een drugsroute veilig is, men er niet meer voor terugdeinst om 1000 kilo... te verliezen. Doorheen te jagen. Zeg maar. Doorheen te jagen. Weet je, vroeger werd dat geprobeerd met 1 kilo. En nu maakt het al niet meer uit dat je even 1000 kilo kwijtraakt met het testen van een route. Dus er gaat zoveel geld in om. Daar moet je als gemeente je heel erg van bewust zijn. Er gebeuren een aantal dingen. Behalve dat wij onderzoek laten doen op dit moment. Kijken of we nieuwe maatregelen kunnen gaan nemen. Wij opereren in een regionaal verband. Dat heet het RIEK. Daar zit politie, justitie, gemeente in. Maar bijvoorbeeld ook de belastingdiensten. En die doen grote onderzoeken naar crimineel geld. Waar dat neerslaat. En dat zijn onderzoeken die lopen vanaf straatniveau. Dus hoe komt het bijvoorbeeld dat er plotseling in een straat 20 kappers zitten? En wat gebeurt daar dan? Tot veel grotere onderzoeken. Daar zijn we mee bezig en we zijn aan het kijken waar we het instrumentarium kunnen aanscherpen. Zoals bijvoorbeeld, sinds heel kort hebben we nu de mogelijkheid om voorwaarden te gaan stellen aan de vergunningen die we verlenen aan winkels, aan branches, in straten, om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de eenzijdigheid in het winkelaanbod doorbroken kan worden. We hebben heel vaak het vermoeden, maar dat is moeilijk hard te krijgen. Nou, als er bijvoorbeeld plotseling 30 kappers ergens zitten, dat gebeurde in Brabant, of autoverhuurbedrijven, er een explosie, dat daar dan iets aan de hand is. Maar het is heel moeilijk om dan te bewijzen dat het ook zwart geld is of crimineel geld is. Maar je kan bijvoorbeeld via de vergunningen voorkomen dat er zo'n explosie aan winkels of bedrijven plaatsvindt. Dus we zijn aan het zoeken naar allerlei maatregelen om die geldstromen beheersbaarder te maken en aan banden te leggen. Ik vind het heel interessant dat de ombudsman hierop komt op het onderwerp, omdat het ook burgers natuurlijk bedreigt in hun functioneren in hun rechten, want je wordt opeens bedreigd door een ondernemer die om de hoek zit, omdat jij klaagt en die dreigt je in elkaar te rammen. En dat blijkt dan ik versimpel het misschien een beetje, maar het gevaar vanuit de burger dat je te maken krijgt met organisaties die gedreven worden door zwart geld en criminelen.
die gevaarlijk zijn natuurlijk voor allerlei burgers. Dus er zit, nee, maar ja, nee, maar je ziet het in de verharding van misdaad. We hebben de afgelopen jaren natuurlijk een toename gezien van liquidaties. Er slingeren granaten door de stad die zomaar aan winkels worden opgehangen, aan de deurklinken. Dat houdt natuurlijk allemaal verband met elkaar. En we hebben ook gezien dat met name jongeren in kwetsbare wijken, die niet alleen als koerier worden ingezet, maar ook af en toe als voor liquidaties. En dat is ingrijpend en ontwrichtend. En dat kan uiteindelijk ook bewoners onder druk zetten. Nou ja, dat laatste, daar maak ik me ook ergens zorgen over. Hè. Dus dat eigenlijk is voor in sommige delen van de stad is het alternatieve ontwikkelpad, hè, in plaats van leren en proberen een baan te krijgen, is het voor sommige, vooral jonge jongens, eigenlijk aantrekkelijker en rationeler, hoe gek het ook klinkt, om dat pad op te gaan. En eigenlijk wat ook de kinderombudsman in het filmpje liet zien, de snelheid waarmee je daarop reageert als overheid, is eigenlijk soms nog wel te traag. He, dan krijg je een moeder die dan opbelt en zegt, joh, ik zie eigenlijk zakjes coke en veel cash geld bij mijn zoon van 16 op zijn slaapkamer. Ik maak me zorgen. Krijgt dan de mededeling van, dat is een opvoedprobleem. Daar moet u mij niet voor hebben als wijkagent. En de zorg zegt dan, zolang de zoon geen zorgvraag heeft, kunnen wij niks doen. Daar zit dan toch wel weer een puntje waarvan ik denk, daar kan je wat meer. Dat zei de kinderombudsman ook heel pregnant, vond ik. Dat kind denkt niet, of de jongere denkt niet, dat hij een zorgvraag heeft. En die denkt, hartstikke lekker gaat, want die, dus die zal hem ook niet vragen. Ja. Ja. Dus ook hier zoeken naar kleine interventies die je alvast kan doen naast dat hele belangrijke werk van het RIEK. Hè, wat overigens wel inmiddels wat actiegerichter begint te worden, maar ook een tijd weinig actiegericht was. Ik heb een anderhalf jaar geleden met de Rijksbelastingdienst een gesprek gevoerd. Wat doen jullie nou eigenlijk in die binnenstad? Aan het bestrijden van zwart geld, aan het, aan het zwart werken, het niet opgeven van BTW en dat soort gedoe. En het ontluisterende antwoord was, het is wel anderhalf jaar geleden, ze zijn er inmiddels ook van geschrokken dat ze het gaven. Ze zeiden, wij hebben geen kogelvrije vesten. Ze zeiden dus letterlijk eigenlijk tegen mij, in bepaalde delen van de binnenstad gaan wij niet aan de slag. Het is voor ons niet reëel om daar aan de slag te gaan. Wacht even, dat is het RIC, waar staat het ook alweer voor? Regionale Informatie Expertisecentrum. Een expertisecentrum. Ja. En die vonden het zonder kogelvrij vest geen goed idee? Nee, de Rijksbelastingdienst. Die was, die deed niet heel actief mee in dat RIC. Inmiddels is dat veranderd. Maar in die tijd hielden ze zich toch afzijdig van bepaalde ondernemingen, van bepaalde straten. Nou weten we al van het leger dat die moeite hadden met sommige delen van hun uitrusting, maar dit is natuurlijk ook wel verontrustend. Nou, inmiddels is dit aan het verbeteren, moet ik zeggen. Hè? Maar zoals gezegd, ze schrokken zelf ook wel een beetje van het antwoord. Het kwam ook in de Telegraaf terecht en dat levert ook weer de nodige reacties op natuurlijk. En, Hoe zou dat nou komen? Ja. maar goed, inmiddels zie je wel dat ze zeggen, ik heb daar gesprekken over gevoerd met die Belastingdienst. Ik zeg, jongens, als je snapt dat als 5% zwart geld is, dan is het nog allemaal wel prima. Maar als je niet interveneert, dan groeit dat. Dan leren mensen dat ze ermee wegkomen. En dan uiteindelijk holt dat ook je, heel plat, je inningsfunctie uit als staat. Omdat er bepaalde wijken gewoon niet meer meedoen aan de rust op formele belasting, economie. Op belastingheffing, dat is solidariteit. Ja, zo werkt een staat. Maar goed, maar uitspraken als bepaalde wijken doen niet meer mee. Hij is hard, hè? Maar hij is vooral onbewezen. De Belastingdienst zei dus letterlijk tegen mij, wij doen dat in bepaalde wijken niet. Want wij hebben geen kogelvrije vesten. Dat kan een stukje cynisme zijn. Net zei je, in bepaalde delen van de binnenstad. Ja, het grote gebaar is heel verleidelijk. Ja. En ik wil zeker de ernst van problemen niet bagatelliseren. Maar tegelijkertijd, het sweeping statement kan natuurlijk ook misleidend zijn. Ik geloof echt niet dat het in Amsterdam zo is dat er in wijken geen belastingen meer geïnd worden. Dat is gewoon niet waar. Dat is ook niet gezegd, maar tegelijkertijd zie je wel, en dat is ook wat Tops en Tom constateren, dat er in heel Nederland bepaalde
nou, laat ik zeggen, straten of buurten zich beginnen te onttrekken aan de formele economie. En dat in die wijken het logischer is om niet mee te doen aan de formele economie en je eigen boontjes te doppen. En dat klinkt misschien hard, het is tot op zekere hoogte misschien ook nee, wel... Ja, ik heb toch even behoefte om dit, want op een gegeven moment is het heeft een enorme... Het is heel verleidelijk om in steeds algemenere termen daarover te gaan praten. Maar natuurlijk, in bepaalde wijken zijn bepaalde jongeren heel vatbaar voor crimineel geld. Omdat het ze rijkdom geeft. Een perspectief biedt dat via een reguliere opleiding er niet ligt. Er is middenstand die er gevoelig voor is. Maar laten we niet doen alsof hele wijken zich onttrekken of losmaken uit de legale economie. Want daarmee doe je het overgrote deel van de mensen die daar woont en gezagsgetrouw is en gewoon meedoet, echt tekort. Ja en nee, zeker. Ik doe ze tekort. Maar tegelijkertijd, om toch dat punt nog even vast te houden. Ik zie in die wijken ook zeg maar, de overheid niet voldoende hele kleine interventies doen om het vestigen van verkeerde criminele elementen het moeilijk te maken in die wijken. Maar waar denk je dan aan? Het niet inschrijven in het GBA. He, dus de administratieve leegstand, het controleren daarop. Dat gebeurt in bepaalde wijken niet voldoende. De gemeentelijke basisadministratie. Het bevolkingsregister, zeg maar. En je weet uit ervaring dat een indicatie is. Het is geen, absoluut, we noemen het deftig een verwonderpunt. Hè? Er is niks bewezen, maar het is wel een punt waarvan je zegt, nou, ik maak me zorgen. Het is gek dat deze woning langdurig leeg staat. Dan ga ik toch eens even kijken of dat echt zo is. Hè? Of dat echt zo is. Ja. Even s'avonds langs kijken of er een lampje brandt, hè? Om eens iets te doen. Dat soort kleine controles, die zijn toch ook wel erg gesneuveld de laatste 5 tot 10 jaar. Die helpen in het tegengaan van dat soort gedrag. Mm-hmm. Om een ander voorbeeld te geven, ik heb best wel lang erover gedaan om duidelijk te krijgen dat het constateren van een auto langs de weg die gestolen is, dat het verstandig is als overheid om daar iets met dat signaal te doen. Dat heeft 3 jaar geduurd voordat Amsterdam zover is dat ze, en nu gebeurt het gelukkig, dat als een auto met de parkeercontroles geconstateerd wordt dat die gestolen is, dat die auto wordt verwijderd. Die scannoudertjes die langsrijden om je een boete te geven als miljoenen keren wordt dat gecontroleerd. En af en toe zit er een gestolen auto tussen. En inmiddels, maar dat heeft 3 jaar geduurd. Mm-hmm. En dat zijn van die hele kleine verstoringsacties waarvan ik zeg, daar kan de overheid toch best een tandje meer doen. Ja. Mm-hmm. Nee, ik heb moeite met de omkering die hier plaatsvindt. Ondermijning is niet een effect van een afwezige overheid. Want die indruk lijkt nu te ontstaan. Mm-hmm. Ondermijning is een effect van een wereldwijde drugseconomie. En van wereldwijd crimineel geld. Waar een overheid zo adequaat mogelijk op moet reageren. Wat soms moeilijk is en soms loopt een overheid een beetje achter de feiten aan. Dat zal nu absoluut het geval zijn. Maar dat is toch echt iets anders dan suggereren dat georganiseerde misdaad in Nederland, in wijken, om zich heen kan grijpen omdat de overheid afwezig is. Dan schets je een beeld van de Nederlandse samenleving, of de Amsterdamse samenleving, die ver bezijden onze verhoudingen is. En waar ik ook een beetje voorzichtig mee zou zijn. Mm-hmm. Maar dat gezegd hebbend, is het wel zo dat als een effect van de enorme hoeveelheid crimineel geld die er omgaat, er nagedacht moet worden over nieuwe maatregelen. Bijvoorbeeld, het is een aantal jaren best taboe geweest om als overheid vastgoed te verwerven. Met name in de binnenstad, weet je, op plekken waar... Ik denk dat daar langzaam maar zeker weer heel anders over gedacht wordt. Criminogene panden, om een moeilijk woord te gebruiken, zou je weer moeten kunnen aankopen of zo. Ja, panden waar je vermoeden hebt dat er echt allerlei dingen dat, zijn. Dat, maar ook gewoon strategische panden. Ja, ja. Belangrijke plekken in de binnenstad waarvan je wil dat ze in publieke handen blijft. Ja. Waarvan je wil dat ze ook op termijn te gebruiken zijn voor maatschappelijke activiteiten. Want dan gaat het en om crimineel geld en om het tegengaan van, laten we zeggen, te rauwe commercie die de publieke sfeer steeds verder vernauwt. Ja, dat is... Dat is begrijpelijk.
En dat is een probleem, hè? Natuurlijk ook voor jongens vooral. Gisteravond zei op AT5 Aalberg het ook, hè, dat er ongeveer 100 kinderen tussen de 15 en de 18 zijn die drugsverkoper zijn. Maar daar speelt. Overigens is hier niet echt iets nieuws onder de zon, hoor. Ik ben Amsterdammer, was het overigens ook zo, absoluut. Ik heb vroeger criminologie gestudeerd bij Frank Bovenkerk. En in die jaren was het al zo, dan spreken we begin jaren 80, dat er een groot probleem was, ook in Amsterdam, met jongetjes die de drugshandel ingingen. En dan ging Frank Bovenkerk, die ging met een bokser, Rocky uit de pijp, ging hij de wijken af en de scholen af om te laten zien dat je ook een ander perspectief kon hebben. Bijvoorbeeld dat je bokser kon worden en dat je een goede legale carrière kon hebben, zonder misschien. En dan sommige van die boksers kwamen ook niet helemaal aan de legale circuit. Het is een heel zoet verhaal. Want dan kwam Rocky uit de pijp, die kwam op al die middelbare scholen in Amsterdam en dan kwam hij vertellen hoe hij hard gewerkt had en hard gebokst. En dan kwamen al die jongetjes gingen mee naar buiten en die zagen dan zo'n rode sportauto staan en die dachten allemaal, boksen kan ik niet, maar die auto ga ik ook krijgen. Dus dat hielp niet. Kijk, het fenomeen is niet nieuw. De vraag is, kijk, waar je de kwetsbaarheid van een gemeente ziet, zit in de zachtaardigheid van een gemeente. Er is eigenlijk altijd gedacht dat je dit soort jongens met sociaal beleid, met jeugdbeleid, met zorg en met goed onderwijs op een ander pad moet brengen. Maar de vraag is of je ze niet een alternatief economisch perspectief moet kunnen bieden. Dat ook aanlokkelijk is. Er is een heel mooi Freakonomics artikel dat heet waarom drugshandelaren bij hun moeder wonen. En dat corrigeert de verkeerde gedachte dat je van drugshandel rijk wordt. Want voor heel veel drugshandelaren geldt dat ze dood of in de bak eindigen. En volgens mij moet je met dit soort jongetjes die verleid raken door het geld van drugshandel eens gaan praten over de risico's die ze lopen. En over een ander economisch perspectief. En ik denk dat je als gemeente ook die weg eens moet durven ingaan. Ja, absoluut. Ik denk wel dat we zo'n beetje aan het einde van deze avond gekomen zijn. Maar dan toch misschien nog even een hele belangrijke vraag over dat drugs en criminele circuit. Want dat is natuurlijk toch uiteindelijk blijft het, en het woord gebruikte jij aan het begin van de avond, dweilen met de kraan open. Moeten we niet toch zoeken naar meer legalisering van die drugs, zodat die geldstromen gewoon verdwijnen? Die geldstromen die misschien nu goed in kaart gebracht worden. Want er zijn een aantal burgemeesters in Nederland die gezegd hebben, die kabinet gevraagd hebben om daar ruimer in te zijn. Omdat Amsterdam heeft zich daar nog niet bij aangesloten. Is dat niet de richting waar we dit moeten zoeken? Nou, kijk, los van de opvattingen die je kan hebben over legalisatie, denk niet dat je het probleem van de internationale drugshandel, waarbij Amsterdam een belangrijke doorvoerhaven is, of niet een doorvoerhaven, maar vooral een werkplek voor grote. Cocaïne, heel belangrijk. Nederland is een belangrijke doorvoerhaven voor cocaïne. Komt binnen via Antwerpen en Rotterdam. Maar de mensen die erin handelen zijn vaak woonachtig in Amsterdam en in Utrecht. Dus Amsterdam en Utrecht zijn vooral belangrijke werkplekken voor de criminelen die zich bezighouden met de internationale drugshandel. Als wij cocaïne en ecstasy in Amsterdam, wat natuurlijk echt niet kan, dat zijn internationale afspraken, zouden legaliseren voor het gebruik, dan nog hou je het probleem van de grote internationale handel die ook Amsterdam aan zal doen. Dat raak je niet kwijt. Dus legalisatie van gebruik en kleine handel is geen oplossing voor de grote internationale handel. Jammer. Ik ga de avond wel afsluiten en ik wil jullie beiden zeer, zeer hartelijk danken voor dit gesprek. Ik vind het ongelooflijk mooi dat de ombudsman de traditie van Barbara Ehrenraadje eigenlijk op het gebied heeft gebruikt. Het participeren in de journalistiek. We hadden haar laatst hier, toen ze de Erasmusprijs kreeg, heeft ze hier een lezing gegeven en een werkgroep gegeven. Eigen participerende ombudsman wijzen door met de burger te praten en daartussen gaan wonen. En dat vervolgens participerend met de burgemeester te bespreken. Hartelijk dank aan de burgemeester dat je bereid bent om hier
te spreken en van gedachten te wisselen met de bevindingen van de ombudsman en zijn team. Overigens, want er zit een heel team achter. Ik wilde vier sprekers eigenlijk, ik wilde zeggen drie, maar het waren er vier, danken voor hun bijdrage aan de avond. Ik wil u allen danken voor uw geduld. We gaan geen vragen meer beantwoorden, want de agenda's zijn zo vol dat dat niet kan. Maar er is wel een bar open zo direct, waar wel gesproken en gediscussieerd en gedronken kan worden. En ik wil, er is wel ook nog gelegenheid tot vragen stellen op dinsdag 22 januari, want dan komt Rutger Groot-Wassink hier praten over zijn visie op de stad en over democratisering en hoe dat werkt. En dan is er wel gelegenheid om het stadsbestuur te vragen naar visies en inzichten. Ik dank u heel hartelijk. Ik dank ook de kijkers thuis en graag tot een andere keer. APPLAUS